In De Kunst van God ga ik op bezoek bij Gelderse kunstenaars. Ik tref ze in hun atelier, het bos, thuis of in de kerk. Waarom? Ik ben nieuwsgierig geworden naar het werk wat ze maken. En ik heb het vermoeden gekregen dat hun kunst iets te maken heeft met God. In dit programma gaan we naar Wiebe van Dingen in Apeldoorn. Wiebe is gek van bos. En hij heeft mijn leven eigenlijk op zijn kop gezet. Want als ik nu in een bos rondloop, ik kijk naar elke boom, ik kijk naar elke tak. En ik denk bij mezelf, wat zit erachter? Wat zit erin? Wat kun je ermee doen? Maakt bijzondere dingen. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat hij nog meer te bieden heeft. We gaan elkaar natuurlijk ontmoeten in een bos. Even de stijve botten een beetje strekken. Nou, dat kan hier heel goed. Leeftijd. Wiebe. Dag Hans. Hey. Leuk je te zien. Ja, leuk je te ontmoeten. Ja. Nou, fijn man. Nou, toen ik hier reed, dacht ik, Ermelo heeft prachtige bossen. Maar dit is ook wel erg mooi. Hoor. Ja, hè? Wauw. Ja, dit is hier echt een oase van rust. Oude bomen, niet te veel gecultiveerd. Heerlijk. Ik ga graag met jou op pad. Heb je al wat? Nou, even kijken. Opeens, te midden van de rotzooi, is er opeens een kwast. Ja, jij denkt van, moet hij met jouw rotzooi? Ja. Maar het is natuurlijk een prachtig beeld. Iemand heeft zijn zooi hier gedumpt. Ja. Van de week las ik van een kunstenaar die overleden was. En dan denk ik altijd van, wat is er met zijn gereedschap gebeurd? Goeie. Ik vind het wel een mooie vorm en de kleur is ook prachtig. Het verweerde doet ook heel veel met dat beeld. Maar is het af? Nee. Ik wil graag verschillende materialen vinden en dat combineren. En dat leidt tot een beeld. En welk beeld? Dat is gelukkig nog onbekend. Ja. Ik heb nog nooit zo naar een rotte kwast gekeken als nu. Nee, maar er lopen hier heel wat rotte kwasten rond, hoor. Hey. Ja, er lopen wat rotte kwasten rond, ja. Ja. Hoeveel keer trek je nou het bos in een week? Of kun je dat niet zeggen? Nou, gemiddeld 1 keer. Want ik heb mijn werk ook. Ja. Dus daar gaat nu al mijn aandacht naartoe. Ja. Ik sta voor de klas. Ik heb hele leuke leerlingen waar ik van alles mee kan delen. Ja. Wat bevalt je nou het meest in het onderwijs? Dat ik zie dat mensen een aha-beleving hebben. Mensen ontdekken. Dus Het laten ontdekken. Niet alles voorkouwen, maar processen begeleiden dat mensen zelf zeggen van ik heb het ontdekt. Ja, misschien zag ik het al wel, maar zij zijn het gaan zien. Nu vinden we deze gekke kwast. Ja. Ja, en hij valt al bijna uit elkaar, maar er was een bijzonder. We vonden het allebei bijzonder dat we hem vonden. Wie heeft die achtergelaten? Heeft hij nog een tweede leven? Ga ik er iets mee doen of gooi ik hem terug in de afvalbak? Okay. Ik kies ervoor, en dat leer ik ook aan de mensen met wie ik werk. Geef dingen een tweede kans. Geef jezelf ook een tweede kans. En dat is het proces wat je ook bij leerlingen herkent. Ja, het moet ook iets bij hun losmaken. En als ik dan bezig ben en ik hoor achter mij, wat is dit een leuke les? Dan denk ik, dit is de goede weg. Snuffelen gewoon verder. Maar krijg je dan ook niet het gevoel, ik moet iets vinden? Nee, ik moet niks. Nee, dus dat die rust kun je wel opbrengen? Ja hoor, ja. Want de dingen worden mij gegeven. Huh? Steentjes. En hoe lang ben je nou met dat hout, sorry dat ik het zo oneerbiedig, dat hout noem. Hoe lang ben je daar nou mee bezig? Eens kijken. Ik denk zo'n 25 jaar. Ik ben ook meubelmaker, dus ik was al met hout bezig. En toen ik met meubeltjes bezig was en mooi hout moest uitzoeken, voor een bank, een kastje, een stoel, ga zo maar door. Toen moest ik het mooiste hout, de beschadigde stukken, die verdwenen in de container. En op een gegeven moment
moest ik stoppen, omdat ik ook met MDF en spaanplaat moest werken. Dat was slecht voor mijn gezondheid. Ik kreeg allergieën. Dus ik moest gewoon uit die wereld van meubel maken, dagen in het stof. En ik moest naar buiten gaan. En toen kreeg ik de kans van mijn leven. Maar dit vind ik zo boeiend. Je werkt eerst tot je 40ste met materiaal wat goed is. Mm-hmm. Wat mooier moet worden. Mm-hmm. Alles wat niet deugt, wat misbaksel zou kunnen zijn, dat gooi je weg. Ja. De vuilnisbak in, de open haard in. Ja. En dan ben je 40 geworden en nu ben je 62. En je laat mij in bos de rommel zien die zelfs de natuur afstoot, zou je kunnen zeggen. Ja. Nu ben je met rommel bezig. Ja. Met afval. Ja. Wat totale verandering. Zo werkt het. Ja. Ik ben in ontwikkeling als mens. En dat daar ook een kant kunstenaar is, is heel mooi. Maar er is nog steeds meer. Ik heb nog steeds van alles te vertellen. En dingen die ik wil delen met andere mensen. En op het moment dat je op een zeepkist gaat staan en zegt van jongens, luister eens, dan loopt iedereen door. Maar zet ik daar een beeld neer, dan zeggen de mensen, wil je even vertellen wat je daarmee bedoelt? Dus en... jij bent iemand die met een beeld het dorp, de stad ingaat. Sorry, Apeldoorn is een dorp, excuses. Doe maar. Dan ga je het dorp in, dan ga je met jouw beelden aan de slag. Zet je daar een beeld neer, of beelden, en dan? Daar wordt op gereageerd. En ik zeg niet wat dat beeld uitdrukt, maar mensen zeggen zelf wat het hun doet. Dus als wij met een beeld het dorp in zouden gaan, ja, dan gebeurt er bijna altijd wat? Er gebeurt zelden niets. Er gebeurt bijna altijd iets, ja. Maar ik zou het... Dit lijkt me toch fascinerend om te zien dat wat hier vanuit de grond van de grond komt, door iedereen... links gelegen laat worden of zoiets. Ja. Ja, dat dat nog iets doet. Als jij er met je handen aan hebt gezeten. Ja. Ja. Wat en mij betreft, ja, kan de slag. Ik ben er vooral voorin. Ja. Dat gaan we doen. Leuk. Ja. Ja, daar word ik ook blij van. Hè? Dat is oprecht. Ja, ja. Dat zit ook in je DNA. Hè? Ja. Mooi, hè? Zo'n jong boompje. Oh, prachtig, zo'n jonge boom, ja. Hè? Een beuk. Ja. Oh, kijk eens, hier ligt ook een mooi stuk. Misschien. Jazeker. Kijk eens. Wat trek je hier nou aan dan? Dit is... Dat, in potentie heeft dit iets. Ik zeg niet wat het wordt, want dat weet ik niet. Maar nee. Dit is wel wat ik bijzonder mooi vind. Dat is een basis om iets om mee aan de slag te gaan. Oké, daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja. Dan gaan we mee aan de slag. Oké, doen we. Sinds dat we met dit programma bezig zijn, heb ik al maandenlang een briefje hier liggen bij mijn handrem met de muziek Wiebe bij gebedsnood. Dat briefje van muziek is verdwenen, maar dit, wat ik een keer bij jou heb gekocht, is niet verdwenen. Aha. Weet je wat dan in mijn hoofd omhoog komt? Die noot die ik verschillende keren, als ik je ontmoette, uit jouw zak kwam. Ja, ja, ja. Mag ik die zien of is dat een... Oh, je mag hem wel zien. Want die vind ik wel een hele bijzondere. Ja. Je maakt ze niet alleen in het klein. Hier zul je moeten draaien. Maar je maakt ze ook in het groot. Kijk. Wow. Dit is mijn nootje. Hier staan verschillende namen in van mensen die ik misschien al wel... Nou, wat zal het zijn? Vanaf het begin staan daar namen in die ik er nooit meer uitgehaald heb. Omdat ik een relatie met deze mensen heb en ik bid voor ze. Je hoeft hem niet natuurlijk in detail te laten zien, maar we mogen even de indruk hebben van als jij hem open doet, wat er allemaal in staat. Wow, en die munt erin. Waarom heb je nou die munt erin? Het is een munt uit Thailand. En mijn eerste reis naar Azië was naar Thailand. En... Ik heb iets met Azië en ik wil Azië gewoon niet vergeten. Ah. Dus het is meer een sleuteltje naar het hele Aziatische gebied. Ja.
paar keer in India geweest en in Bangladesh. En daar ontmoet je mensen die totaal buiten het systeem vallen van het Hindoeïstische kastensysteem. De Dalits moeten het vuile werk doen, ze hebben geen rechten, ze gaan niet naar school, ze hebben geen toegang tot medische voorziening. Maar het zijn prachtige mensen als je ze ontmoet. Die hebben liefde onder elkaar. Met hun problemen zorgen ze ervoor dat ze overeind blijven. Vol schaamte is dit beeld geworden tot wat het was. Het is verrot, het is vergaan, het is uit het vuur gehaald. Uiteindelijk zijn dit de mensen die het vuur opruimen, die de straten vegen, die de riolering schoon maken. Alle trots is ontnomen. En ik denk, ik wil ze een plek geven. Ik wil ze eren, ik wil ze een voetstuk geven. Dus beukenhout, verbrand, want ze zijn verbrand, verminkt, er is ziekte. Mijn werkterrein, ja. Dit is een handelaar in oud roest. Nee, dat weet ik niet wie dat is, maar ik handel niet in oud roest. Nee, maar je hebt er wel veel liggen. Ja, want dat gebruik ik voor om mijn houten objecten te combineren. Dus ik maak daar complete beelden van. Ik gebruik daar en roest voor. Nou, ik zal eens eventjes een stukje pakken. Hoppa. Ik weet nog niet hoe het wordt. Ik zet hem gewoon eventjes zo neer. Oh, wow. Dit zou... Dit is jouw manier van werken. Dit zou ongeveer kunnen. Maar er moet nog heel veel gebeuren met mijn hout. Het stuk staal blijf ik verder af. Dat is mooi van zichzelf. Ja. Hè, dus... Heb je nou dat stuk hout gevonden met in je achterhoofd? Dit heb ik thuis ook? Nee, het gebeurt nu. Dus ter plekke valt die gedachte jou in? Ja. En daarom verzamel ik ook wat. Dus ik ben niet een handelaar in oud ijzer. Maar ik heb wel mijn eigen voorraad. Omdat ik denk van, hé, daar kan ik iets mee. En hier heb je dus gewoon alles wat jij tegenkomt. Wat je de moeite waard vindt of wat dan ook. Dat is dan, want het is dus eigenlijk een soort schatkamer. Al ziet het er ietsjes anders uit. Ja, maar als je het ontdekt, dan levert het goud op, hoor. Dat is een hele mooie, ja. Prachtig. Merk dat het voor een deel zacht is en voor een deel kom ik ook al wat hardere lagen tegen. Dus ik blijf gewoon schrapen totdat ik denk van, en nu is het goed. Zie, ik kan het gewoon met mijn blote handen bijna doen. Ja. Dan moet ik voorzichtig zijn dat ik niet die mooie rand weghaal. Want dat is belangrijk. Kijk eens wat er gebeurt. Nu heb ik al 1, 2, 3, 4 verschillende kleuren. Oh, ja. En ik ga gewoon door. Alleen, je moet weten wanneer je op moet houden. Ik vermoed dat dit hout toch al op een aantal plaatsen te lang op de grond heeft gelegen. Want ik vind het eigenlijk te zacht. Dus aan dat, kijk, zie je dat witte, ja. Wat hier zichtbaar wordt, dat is daar een teken van. Als ik doorga en ik kom weer op een donkere laag, zoals deze, dan zit ik op een goede laag die goed blijft. Als het te ver aangetast is, dan moet ik nog doorgaan tot ik weer op een goede laag kom. Ja.
En goed, er zit gewoon een groot parallel tussen hoe ik werk en hoe een dokter werkt, denk ik. Want als daar zieke gebieden zijn, zolang die in het lichaam zijn, zal dat de rest ook aantasten. Dus wanneer er iets wat ziek is, uitgesneden moet worden, dan pas kun je op herstel rekenen, zolang er nog een rotte plek zit. En dat doe ik hier ook. Alles wat zwak is en niet bijdraagt aan het beeld, haal ik weg. Deze stukken, dat zijn best rare stukken staal. Waar zou dat vandaan komen? Dat is dus al een keer gesmolten. En dan zijn er dus zulke vreemde, misvormde stukken, alsof het vloeibaar is geweest. Is daar ooit een trein ontspoord en is dat materiaal zeg maar door de klap zo verwrongen? Ik weet het niet. Het sprak heel erg tot mijn verbeelding. Ik denk, hier moet ik iets mee doen. Ik weet nog niet wat. Het is al jaren geleden. Die twee, die lijken op elkaar. Ja, er zit, die lijken, dat zie je, ja. Dus dat zou ik misschien in een kunstwerk kunnen verwerken. Ja. Het is steeds zoeken naar welke indruk geeft het. Ja. Wat is de structuur van het materiaal? Wat is de kleur? Moet ik het met een staalborstel glimmend maken? Dat weet ik niet, maar ik denk het niet. Ja, dus het is steeds zoeken en hoe zet ik dat dan vast? Moet dat staan of moet het juist hangen of moet daar nog iets bij? Of is het een opeenvolging? Is het een soort van ontwikkeling dat je de dingen naast elkaar zet? Van de een is een beetje groter en de ander is klein. Is het een evolutie van materialen, van vormen? Dus er zit genoeg inspiratie in om daar nog eens naar te kijken. Maar dit is toch prachtig? Nou, je het zegt. Ja. Met dat je begint te praten, wordt het steeds leuker. Ja, ja. Je begint het niet pas mooi te vinden. Ja. Ja, dus het moet ook ontdekt worden. Soms kijk je dus, kun je niet door de dingen heen kijken, zie je het niet. Maar nu pas begin ik het te zien. Voor jou is dit een hoop groot. Ja. Ja? Maar voor mij zit er in ieder onderdeeltje zit een... Dat heb ik. Ik heb al de ziel gezien van het materiaal. Oh, yes, dat is het verschil. Juist. En als je de ziel niet ziet, zie je niks. Het programma heet De Kunst van God. Ja, De Kunst van God. Hoor je daarin thuis? Nou, laat anderen dat maar beoordelen. Maar ik voelde me er wel thuis bij. Ik voel me wel verwant. Als een Jesaja opgedragen wordt om een stuk hout te pakken en daar iets mee te doen. Of iemand anders wordt geroepen om een kruik te maken, of die dat nu op een draaischijf doet of uit ringetjes opbouwt, er is een kruik en dan zegt God, doe daar de boekrol in en verzegel hem. Dat is een heel mooi proces. Als ik iets, zijn woord, op een boekrol opgedraaid ergens in mag stoppen of die gedachte erin mag stoppen en het wordt gevonden na een generatie, dan zeggen die mensen, waarom heeft niemand ons dit verteld?
Maar toch wordt het opnieuw geopenbaard. Jouw werk wordt ook gelezen. Ja, iedereen die kijkt, die leest. Zo'n vorm. Ik leg het maar even zo neer. Ja. En dan... En dan gaat er zeker nog iets van de achterkant af, zodat die ook echt mooi tussen die twee wandjes een soort van beschutting ervaart. Hier hoor ik tussen. Het is niet opgesloten, maar een veilige plek. Dat gevoel heb ik erbij. Dit heeft ook een veilige plek nodig. Moet ik het verpakken? Helemaal niet. Maar je gaat het toch wel heel mooi glimmend maken, polijsten en slijpen en verven? Ja, voor sommige mensen moet dat. Maar zelf heb ik die behoefte helemaal niet. Nee, ik wil graag het verweerde, het leven, wat blijkbaar toch ook herkend wordt hierin. Dat moet gewoon blijven bestaan. Het was niet allemaal makkelijk. Dit heeft al een generatie dienst gedaan. Ik weet niet waar, maar ik vond het. En voor een ander is het weggegooid. En voor mij is het de basis voor mijn kunstwerk. Weet je waar die hand van jou aan doet denken? Nee. Dat is die foto, bekende foto of dat schilderij, waarbij de vinger van God raakt dan de vinger van een mens aan. Ja. Ja. En ik zie in één keer een schepper die raakt zijn materiaal aan. Kijk, ja. En dat is één, dat hoort bij elkaar, die lijn hoort gewoon bij elkaar. Dat zie ik in één keer. Ja, ja. Als ik nog een stuk vind wat als hand kan functioneren, dan wil ik dat wel doen. Maar eigenlijk is het niet eens nodig, want een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Ja. Ja. Prachtig vind ik het nu al. Gekke, ik vind het steeds mooier worden. Po. De spullen daarop. Nou, doe het. Ja? Vind ik een hele goeie. Ja. Ja, je voelt gewoon dat die is ervoor bestemd. Ja hoor. Ja. Pakken we die. Zo, en dan kunnen we er eentje voor zetten. En dan haal ik zo meteen die andere twee ook. Ja. Wauw. Dit zit ook in je DNA, hè? Ja. Het geeft een heel eng gevoel. Ja, dank u. Ja, heel mooi. U mag ermee op de foto als u wil. Nou, als ik er dan één mag hebben, dan wil ik het ook even. Nee, dat is me nou weer net te veel. Oké, deze is mooi. Dank. Welke is de mooiste, meneer? Welke de mooiste is? Wat vindt u nou? Dat is persoonlijk natuurlijk. Dat is waar, dat blijft ook zo. Maar... Oh. Ja, u denkt al een beetje waar zou die kunnen staan. Ja, precies. Ja, ja. Ja, nou mooi. Ja. Mooi. Ja. Ja. Nou, dank u wel. Ja, succes. Dank. We zijn even aan het testen wat het verschil tussen man en vrouw is. Willen jullie even een keus maken welke het mooiste is? Dus niet samen overleggen, maar elk even apart. Het verschil tussen mannen en vrouwen? Nee, als ik zou zeggen van nou, willen jullie de mooiste uitkiezen? Er is verschil tussen man en vrouw. Dus ik ben heel benieuwd
wat u vindt. Allebei de rechtse? Ja. Oké. Dit zijn jullie twee gewoon. Jullie zorgen goed voor elkaar. Ja, mooi. Ja, dat straal je uit. Ja, mooi. Ja, jullie hebben liefde. Ja, dat straal je gewoon uit. Ja. Dat moet ook wel. Ik denk dat de liefde voor je kind onvoorwaardelijk is, maar de liefde voor je partner niet. Nee, je hoeft het niet te verdienen, maar je moet het wel bewijzen dat het ook weer vertrouwd is. Een volgende week en een volgend jaar. Ja, en als je dat dan mooi snijdt en daarna schuurt en nog eens schuurt en nog eens schuurt, dan ben je wel een paar weken mee bezig. Maar dan denk je, wauw, zo is het goed. En dan doe je er olie over. En dan, precies, nou, en als je dan in je kamer mag staan. Maar zou ik nou tegen hen mogen zeggen, dit kun je ook? Dit? Nou, je moet ergens beginnen. Ik ben eerst met een klein stukje begonnen. Dus, en als je met een klein stukje oefent, nou, dan komt steeds groter. Precies, ja. Dus dat kan je wel zeggen. Ja, want ik vond het zo mooi bij jou. Ik zie allemaal materiaal liggen waarvan ik zeg, dat gebruik je nooit meer. Ja. En jij ziet er wat in. Ja. Er gebeurt wat. Ja, ja. Zo'n stuk oud ijzer, nou, dat ligt, dat kan naar de schroothoop of in de vuilnisbak. Ja. En zo'n stukje van een kronkelhazelaar. Dat is een struik die bijna bij iedereen in de tuin staat. Ja. En zo'n beschadigd stuk hout. Wil toch niemand hebben? Maar nou wil iedereen het wel hebben. Zo een paar dagen gewerkt hebt met Wiebe, dan komt het toch wel heel sterk naar boven. Het woord zoeker, opzoeker, zoekt waardeloos materiaal in bossen, thuis, langs de weg, wat hij tegenkomt, dat vindt hij de moeite waard, wat het ook is, tenminste, soms is het de moeite waard. Ook al is het rommel, gaat hij ermee aan de slag, maakt hij er een beeld van en dan zoekt hij weer mensen op om die beelden mee te delen, ja, dat is Wiebe, dat is Wiebe. En dat laatste werkstuk wat wij nu hebben gemaakt hier zo, ja, wie bedenkt het? Een stuk hout wat niemand ziet liggen, Wiebe wel. Komt hij thuis, ziet hij een goot, zwaar staal, verroest, weggegooid. En dan ziet hij ook de combinatie. Dan legt hij ze bij elkaar. Je mag drie keer raden wat de titel is, ja hoor. In de goot. Maar misschien is hij wel niet beter te typeren als iemand die op zoek is naar alles wat er in de goot ligt. Letterlijk, figuurlijk. En dat is toch boeiend. Opzoeken wat in de goot ligt. Waardeloos materiaal. Letterlijk en figuurlijk. En dat op kerst. Wow. Meer van het werk van Wiebe en de drie andere kunstenaars die aan dit programma verbonden zijn, zal worden geëxposeerd tijdens de expositie De Kunst van God in het Stadsmuseum Harderwijk. Expositie die gehouden wordt vanaf 14 januari tot en met 7 mei 2017. Meer informatie op de website van het Stadsmuseum Harderwijk. En dit was dan de laatste aflevering in de miniserie De Kunst van God. Bedankt voor het kijken.